Bert Vermin van de archeologische dienst in Zutphen, als me niet vergis. We staan hier naast de Gasthuiskerk in Doesburg en jullie hebben vandaag iets heel bijzonders gevonden. Ja. Wat we hebben gevonden is een skelet van iemand die eigenlijk na de middeleeuwen pas begraven is. Je hebt aan de andere kant van de kerk heb je in de middeleeuwen een begraafplaats gehad, een kerkhof. En hier ligt iemand bovenop de fundamenten van een gesloopte muur begraven. Ja. En wat is dat voor iemand? Je ziet eigenlijk een klein kistje, er zitten de spijkers nog van erin. Het is iemand van 1,20 meter, waarschijnlijk een meisje. Tussen de benen ligt een babytje begraven. En wat we zien is dat het ook niet een volwassen iemand is, want de botten zijn nog niet aan elkaar gegroeid. Ja. Dus het lijkt erop alsof je hier een meisje hebt van een jaar of 9 of 10 dat gestorven is tijdens het krijgen van een baby. Okay. En waarschijnlijk om die reden is ze ook hier begraven en niet bij de Martinuskerk. Omdat ze niet getrouwd zal zijn en daar niet thuis worden. Heb jij een indicatie van hoe oud dit graf is? Ja, het graf zelf dateert uit de 17e eeuw. De late 17e eeuw en dat weten we door scherven die erbij zaten. Ja. Jullie zijn sowieso aan het opgravingen doen hier naast de kerk. Omdat er wordt wat aangebouwd. Zijn er andere dingen die je gevonden hebt? Nou ja, we hebben dus deze muren gedocumenteerd in deze begraving. En aan de andere kant hebben we ook een aantal skeletten vrijgelegd. En dat zijn 14e eeuwse skeletten. Ja. Wat misschien een rare vraag, maar wat ga je nou doen met die stoffelijke resten? We gaan ze straks gaan we ze bergen. Dan gaan ze gewoon in zakjes en dan gaan we ze wassen. En de gewassen botjes die kunnen dan weer onderzocht worden, dat we de leeftijd precies weten. Want ik gok nu een jaar of 9, 10, maar misschien zit ik er een paar jaar naast. En verder kunnen we kijken naar het geslacht. Is het inderdaad een vrouw, een meisje? Je zou nog kunnen kijken qua DNA of het kind inderdaad bij haar hoort. Of dat het stiekem toch een zus is met een baby die toevallig op hetzelfde moment gestorven is. Dat is na al die tijd nog mogelijk? Dat moet kunnen, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat een techniek, hè, tegenwoordig. Ja, zeker. Geweldig. Hey, moeder en kind, ja, je bent natuurlijk al nieuwsgierig naar de achtergrond van het verhaal, maar dat weet je natuurlijk ook niet. Kunnen we dat op een of andere manier naar boven halen? Nou, er zullen geen historische data zijn over dit incident, maar je kan natuurlijk het wel reconstrueren als het inderdaad blijkt dat dat zij bevallen is van het kind. Ja. Dus dan natuurlijk iemand die dat heel jong gedaan heeft. Maar die zou je bijvoorbeeld nog een bekken kunnen zien. Ja. Ja. Dus het is gewoon kijken goed naar het bot wat daar voor verhaal uitkomt. En dan heb je het redelijk rond. Ja. Ja. Alleen de naam zullen we er niet bij krijgen. Nee. Helaas niet. Nee, helaas niet. Hey, hoe lang duren de opgaven hier nog hier rond de kerk? Nog een half uurtje. Ja. Daarna gaan we nog in de kerk, want dan gaat de vloer eruit voor de vloerverwarming. Ja. Gaan we daar nog kijken of daar nog wat te vinden is. Oké. Okay. Je zei net al, Doesburg is mijn favoriete stad. Het is net een snoepwinkel voor jullie archeologen, of niet? Ja, dat is leuk. Zutphen is trouwens ook mijn favoriete stad, moet ik er wel bij zeggen. Ja. Nee, maar Doesburg is hartstikke leuk. En er zijn heel veel dingen te doen. Het heeft een rijke historie, dus super. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou ja, hartstikke mooi. Dat is natuurlijk niet zo mooi, zo'n skelet. Maar voor jullie natuurlijk wel. Voor ons wel, ja. Voor haar was het ongetwijfeld niet zo fijn. Maar ja, zij is al lang weer vergeten. Ja, daar ga ik wel vanuit. Dankjewel, Bert. Graag gedaan.